De gast van vandaag is niet alleen burgemeester, maar ook een van de VVD-prominenten in Limburg. Niet zo verwonderlijk dus dat er zelf aangeeft dat een van zijn hobby's politiek is. Maar daar hoeven we het vandaag zo weinig mogelijk over hebben. Want voor Willigeer Wijten, wie is nu de mens achter de burgemeester van Meersen? Ricardo Offermans wordt op 17 april 1964 geboren in Kerkro. Samen met zijn partner Yvonne Te Heu woont er in Meersen, de gemeente waar hij ook burgemeester is. De burgervader kijkt graag naar Duitse krimis, luistert graag naar de Beatles en noemt Animal Farm van George Orwell als zijn favoriete boek. Hij heeft een hekel aan Luzomervisie, driaconten en uitgebreide diners. Geneten kent er van eenvoudige dingen, zoals de groentesop van zijn man en haar zelfgemaakte friet. En als we Ricardo Offermans echt zouden kennen, zou verwijten dat... Dat er niet altijd geen in de belangstelling steekt. En anderen denken dat soms dat waar zo is. Van harte welkom, Ricardo Offermans. Fijn dat je vandaag de gast wilt zijn. Dank je wel. Dat verbaast me een beetje voor een burgemeester, een politicus, niet in de belangstelling willen storen. Och ja, een burgemeester hoeft ook niet altijd op de voorgrond te storen, vind ik zelf. Ja. Mensen verwachten dat wel vaak. Ik heb er ook wel eens moeite met op de voorgrond te storen. En op die momenten dat het echt nodig is, dan ben ik er wel. Maar ik ben niet degene die als grote roerganger vooraan gaat in de Polonaise. Dat is niet zo min. Nee. Moet je dan ook lang nadenken op als je een uitnodiging als deze krijgt om hier te komen zitten? Nee, dat niet. Dat hoort dan gewoon bij het vak, ja. Zal ik maar zeggen. Maar gewoon, nogmaals, als gangmaker of zo, daar ben ik niet zo geschikt voor. Dus dan ben ik meer de toeschouwer dan de acteur, zal ik maar zeggen, in het toneelstuk. Dus, achter de schermen gewoon keurig metkijken. Ja. Maar wel de tuikjes in hang houden. Ja, wel hier de regie. Dat is zeker zo. Ik denk dat dat ook hoort bij het vak van de bestuurder of burgemeester zijn. Dat is in zekere mate ook regisseur moest zien. En dat past ook bij mij. Ik bedoel, ik ben geen controlefreak, hoor, maar helemaal niet zelfs. Ik durf dingen goed handen te geven. En ik vind ook altijd dat ze in mensen veel vertrouwen moest schenken. Ja. Dus dan gedijen mensen ook heel goed om de geer. Maar je moest wel balanceren en regisseren op de achtergrond. En wat schuiven en wat duwen en masseren. En om uiteindelijk die doel, die vooropgezet doel te bereiken. Dat is wel belangrijk. Ja. Ooit geboren in Kerkro. Zit je nog altijd een kerkroodser jong? Zeg ik dat goed zo? Nou, sterker nog, ik ben een blierheidser jong. Want in de kerk is nog heel veel verschil. Of ze nu het kerkrocentrum kunst, of ze uit Chevemet of Chevremont kunst, of uit Haander. Maar ik ben in Blierhei geboren, opgegroeid. Waar ook meerdere mensen vandaan komen uit de politiek. Thijs Wildgens bijvoorbeeld, Paar Strottewier, PvdA. Dus dat is wel grappig. En ik kom er nog altijd heel graag. Mijn man woont er nog. En dat brengt me vaker dan door Kerkrade Blijerheide. Kerkrade is de laatste jaren wel sterk veranderd. Maar Blijerheide heeft zich toch hernieuwd, leuk ontwikkeld. Het is best wel weer een hele vrolijke wijk geworden. Man woont dan een pleintje. Heel leuk wat plein. Wat trekkig als je daar naar terug gaat, naar de route? Wat mij dan vooral trekt is toch het gezelschap van de mensen die daar wonen. Ja. En dat is toch altijd het gevoel van thuiskomen mensen daarop is. En daar is bijvoorbeeld een cafeetje. En daar wil ik me ook wel eens scheren een glaasje bier drinken. En dan komen ze jongens en meisjes tegen die destijds bezig op de lagere school hebben gezeten. Die ze nooit meer gezien als. Maar vanaf dat moment dat ze daar binnen kunt, zich toch weer gewoon aanspreken als hallo Ricardo en wie is het? En dan hebben ze weer meteen de klik en de band met elkaar. Want die mentaliteit is toch van doe maar gewoon, gewoon lekker hel werken en prima? Ja, de Blierhei die hebben het altijd zoveel gehad, maar dat zijn wel hele enthousiaste lui en gezellige lui. En die houden van muziek en van plezier maken en een glaasje bier drinken. En er is ook een zekere gemeenschapszin, dat vind ik toch ook wel door heel sterk. Men geeft geer en ook goed met elkaar om. Ja. Zien dat in die straat waar mijn ma nog steeds woont. Mensen organiseren één keer per jaar een buurtfeest. En dan regelt de bekker dat er broden zijn en vlaai is. En dan zorgt de een voor de kouschotel of de erpenslaat, zoals ze dat door zagen. De ander zorgt voor de barbecue en weer een ander zorgt voor de tap. En dan maken ze zich door. Bescheiden, maar toch heel gezellig. Een leuk feestje met snelle. Fluister ze dan niet af en toe, dat is de burgemeester van dat duurt ze natuurlijk wel. Hè, want ze ergens kunst, dan, dat is Offermans. Ja, dat is Stefan Meersje. Maar goed, daar ben ik inmiddels wel gewend. Ik bedoel, dat is dan
weer de andere kant van dit vak. Steeds natuurlijk in de belangstelling. Ik kom in zo'n programma wie hij. Ik ben ook voorzitter van de VVD. Dus luzintig gaat vaker. Ja. En ja, mensen die op televisie zien, dan denken ze dat ze ook heel erg belangrijk is. Dat is niet zo. Ja. Maar nu denken dat al heel gauw. Maar ja, goed, dat duurt er dan bij. Maar let je dan toch wel op, als je daar echt voor jezelf zit, je zit er privé, maar zit dan toch altijd in de achterkop, ik ben ook burgemeester, dus ik moet toch een beetje nadenken voor wat wel en niet, kind. Er zijn natuurlijk een hoop dingen die ze dan niet zo kind. Wat zou bijvoorbeeld niet kennen in uw ogen, als burgemeester zijn? Te veel drinken op zo'n feestje? Ja, ik dacht, goed, ik bedoel, er ging ook geen glaas bij, maar moesten het met oppassen, dat is zo. Nou, je moest oppassen dat ze niet in een te stevige discussie met iemand komt, ja. Want dan werd dat verkeerd uitgelacht. Ja. Het zijn allemaal van die dingen, was rekening met huls. Maar van de andere kant, een bestuurder, of een wethouder of een burgemeester, is ook maar een mens en moest ook een stukje privéleven gunnen. Ja. Hij moest ook kunnen zeggen, luister, ja, dat is zijn eigen tijd en zijn eigen quality time. Hè. Zo, bedoel, iedereen heeft daar zijn eigen dingen erin. En we zijn toch niet onfeilbaar. Hè. Op het moment dat ze een bepaald beroep hebben, dan blijft ze toch nog altijd gewoon een mens. Ja. Hè. Dat... Is dat misschien wel een beetje de mindere kant van zo in de belangstelling staan, dat ze in die privéleven niet eigenlijk kind zijn wie ze misschien helemaal zou willen zijn? Ja, goed. Levers ook, hè, ben ik eerlijk in. Levers natuurlijk ook dingen erin, mensen in dit vak zitten. Dat, ja. dat is gewoon zo. En daar werd je meer op gelet. Het grappigste wat ik ooit heb meegemaakt is dat ik bij de supermarkt kom. Ik zal de naam niet nemen van de supermarkt. Ja. En dat ik gewoon met boodschappen in Kerkhout lig. En dat iemand zegt, dat had ik niet gedacht dat de burgemeester ook boodschappen deed. Ik zeg, ja, dat je dat ze mee die komen brengen. Ja, ik moet ook een brood en een wek halen of eieren of wat dan ook. Maar dan is de gedachte wel. Ik ben door supermarkt. Maar ja, goed, ik moet naar de supermarkt en ik moet naar de kledingzaak en ik moet met de auto naar de Waalstraat en ik moet gaan tanken. Dat deed geen veel. Ik moet allemaal zelf doen. En misschien nog wat stofzuigen toe. Ja, dan ben ik dan wat huishoudelijke taken. Ik heb minder aan me besteed. Ja. Maar daarvoor dan nog andere leuke dingen. Ja. Ja. Heel veel, want je zegt net van ja, er moesten ook dingen aan de kant zetten. Wat zou het voor u zijn waarvan je zegt dat zou ik zo graag terug willen hebben? Nou, ik mis er niks in. Kijk, alles wat ik hier wil, dat organiseer ik me wel. Ja. Kijk, dan organiseer ik me dat. Boete die publiciteit. Dan organiseer ik me dat een keer ben ik een weekend met vrienden weggaan. Ja. Of ik organiseer me dat op een andere plek. Dus ik vind niet dat ik nog dingen hoef te missen of zo. Dus nee. dat een keer leuk op stap gaan, dat ken ik ook een keer met vrienden in Keulen of in Düsseldorf. Precies, of wat dan ook. Ben ze weg van. En dan ben ze niet zo zichtbaar aanwezig. En dan gaan ze op in de massa en dan is dat prima. Ja. Welk gezin zit je opgegroeid? Ik ben opgegroeid in een gezin, vader, moeder, traditioneel, echt de oudste. En een zus, 8 jaar jonger, wie mij. Ja. En die heeft 2 kinderen en ik heb geen kinderen, dus... En wie wordt het die, dat ze dan druk denkt? Nou, bij ons wordt altijd heel erg druk. Ik zei net al, ik kom uit die buurt Bleijerheide. Ze hebben altijd familie, verwonden. En nog steeds woont mijn moeder daar aan een plein waar links een broer woonde, haar ouders, dus opa en oma. Aan de overkant een zuster met de kinderen. Dus dat was allemaal één klit van familie. En bij Jos was het nieuwste huis, want mijn vader had een loodgietersbedrijfje. Nou, werkte hij en kon zich ook meer al in die tijd permitteren. Daar waren een wat grotere tuin. Nou, daar waren al een badkamer en douche en noem maar op. En dat was al allemaal get. Ja, wat dit luxe, voor die tijd, tegenwoordig zou dat geen luxe nemen. Maar, en dat wordt ook gedeeld met de rest van de familie. En we houden een kleurentelevisie en dat kost ook... Iedereen komt met kieken en dat dus soort dingen. Dat soort dingen. Dus dat wordt heel gezellig, ook altijd heel erg druk. Ook soms, als kind heb ik dat ook ervaren, dat ook soms gaat te druk worden. Dus ik dacht van, mijn god, altijd die mensen over de vloer. Waar ze het kribbig van, dat wordt natuurlijk ook zo... Maar aan de andere kant wordt ze daar wel ook socialer doordat ze met andere mensen omgaan, veel verschillende doen. Dus het houdt negatieve en ook positieve aspecten. Dus waar voor u de keuze om sociale academie te gaan doen, komt er ook uit het voort van Ger met Lu bezig zijn, gaat willen betalen? Ja, goed. We zitten op de middelbare school, dan moest je gewoon nadenken over wat ze wil doen. Ja. Nou,
ik heb toen gekozen voor de sociale academie. Dat kwam eigenlijk meer doordat een vriend van mij dat ook gedaan had. En hij zag, nou, dat is een leuke opleiding. Dat deed overigens personeel en organisatie. Ja. Nee, in Sittard. Ik heb in Sittard gezeten, maar dat deed dat in Eindhoven destijds. En ik ben toen in Eindhoven mee gaan oriënteren. En hebben uiteindelijk de keuze gemaakt voor Sittard. Dat wordt toen nog in de Laan van Heuvel tot Westervlier in het centrum. Later zijn ze verhuisd naar het sportcentrumlaan, daar heb ik ook gezeten. En nu zitten ze helemaal ergens anders. Gewoon een hele aparte periode. Ik kom als braaf burgerjongetje in zo'n wilde sociale academie terecht. Waar, ja, er wordt toen al wel eens gezegd dat ze niet met die geitenwolle sokken. Ja, dat wordt van alles geit. Dat wordt punk, geitenwolle sokken. Ja, de meest gekke figuren lepen erop. Wie zoog Ricardo Offermans over hier binnenkomen? Was ze nu zouden zeggen, juppie-achtig binnen met jasje, dasje, met het houden, al die PNO's. Misschien deden die dat ook een beetje om te provoceren. Die komen altijd heel netjes en correct gekleed. En nou, dat was ook de titel een beetje dat disco kwam. Dus verborgen meer gestyled. En die anderen, die liepen meer punk en ranzig rond. Hè, zo, dat maar wat, dat jasje, dasje, dat wordt er toen al? Dat wordt er toen al, ja. Dat wordt er toen al. En worden dus een beetje de tegenstelling, de kleine groep PNO'ers ten opzichte van de maatschappelijk werkers en de straathoekwerkers en nou, wie ze ook allemaal mogen heten, dus de creatievelingen, dus de therapeutisch werkers en zo. Ja, voor zo dan meer op die PNO-hoek, wat men later human resources ging noemen, dus ja. En je zit begonnen bij het arbeidsbureau in Heerlen met je eerste baan. Ja, maar ja. Je ging toch neven, ging gewoon nog rechten studeren. Ja, nou, ik ben als stagiair bij dat arbeidsbureau terechtgekomen. Ja. En midden jaren 80 zorg ik toch als stagiair. Maar ik moest nog in militaire dienst. Ik ben in militaire dienst nog geweest in Oorschot en in Venlo. Ja. En toen wou ik een baan hebben natuurlijk, wie goed dienst kon. Maar wat een moeilijke arbeidsmarkt. Heel slechter nog dan nu. Voor jonge mensen wordt het knap moeilijk om werk te vinden. En toen ben ik als jongste bediende, zal ik maar zeggen, bij dat arbeidsbureau begonnen. Ik vond dat heel leuk en aardig. Maar ik merkte ook na een jaar of twee, hier zitten 90% van de mensen met een hbo-opleiding en allemaal dat PNO of PEDAC, zo toch veel PEDAC'ers, mensen die niet eens onderscheiden, dan blijf je hier hangen in die wereld. Aha, dus, dat wil je dus al niet. Nee, dat was niet mijn ambitie. Ja. En kijk, je moet ook altijd zorgen dat ze zelf, omdat je zegt regievoer is, ook regie over hun eigen leven willen zorgen. Wel een afhankelijk zie je van anderen. Dus heb ik gezegd, nou, investeer in mezelf en in mijn eigen onafhankelijkheid. Gewoon studie doen. Ja. Toen heb ik me georiënteerd. Je hebt bedrijfskunde gedaan aan de Open Universiteit. Maar dat wordt zo in zo'n cursusvorm. Dat is allemaal niet zo spectaculair. Toen dacht ik, misschien was het toch belangrijk om gewoon een universitaire opleiding af te maken. En toen ben ik rechten gaan doen in Maastricht. Maar nee, met het idee van ik gewoon ook ooit de advocatuur in. Nee, dat was gewoon als investering in mezelf. Ja. En worden aan dat schip zou stranden met die rechtenstudie, dat zou ik dan mezelf op een rijtje moeten zetten. Hoe is het uiteindelijk gestrand? Überhaupt heb je met gedaan? Of? Ja, toch wel. Kijk, in mijn huidige werk doe ik er natuurlijk ook een hele hoop dingen met. Ja. Nou, ik ben me dus op een gegeven moment gewoon specialiseren in het zakenrecht. En toen word ik op een gegeven moment afgestudeerd in 97. Toen deed ik concreet de vraag van nou of ik bij een advocatenkantoor wilde gaan werken. Ik heb daar even over getwijfeld. Maar ik heb die keuze toen niet gemaakt. Ik bleef in de sector werkgelegenheid zitten. Dus ik heb bij een outplacementbureau gewerkt, bij een adviesbureau gewerkt. En daar ook een managementfunctie. En dan heb ze natuurlijk ook altijd gehad aan recht en arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht, noem maar op. En op een gegeven moment ben ik zelfs, voordat ik burgemeester word, naar de Hogeschool Zuid overgestapt en heb iets met managementvaardigheden en later sociaal zekerheidsrecht en zakenrecht gedoseerd aan de Hogeschool Zuid, of wat men de HAO dan vroeger noemde. Dus ik heb er wel degelijk met gedaan. Vond ik heel leuk, moet ik zeggen, om ook in dat vak het onderwijs te geven. Ja. En maar dat komt er uiteindelijk toch in die politiek terecht. Ja, en dat kwam eigenlijk in 1998. Dus ik word afgestudeerd. 97. Moet ik even kijken. Ja. 98, toen kwam opeens de VVD in Kerkrode aan mij toe. En die zei van Loeser, we willen toch die VVD opnieuw leven inblazen. We zoeken mensen. En zelfs toen niet. Mee dus met willen doen. Dus,
prima, dat welg hier geel door. Hè. Dus dat is geen enkel probleem. En ging naar de kandidaatstellingscommissie. Wat ik niet had verwacht, was dat het advies wordt lijsttrekker. De man moet voor lijsttrekker maken. Dus ja, toen werd ik lijsttrekker en kwam in de gemeenteraad. En ja, als enige overigens, dus dat ben ik tweede of derde op die lijst zou gestaan, word ik nooit in de raad gekomen. Word misschien nooit burgemeester geworden. Ook nooit in de politiek dan gekomen? Ja, nou, dan ben ik gewoon van mijn 18e al lid van de VVD. Dus dat zit er wel in dan? Ja, want je schrijft zelf aan, politiek is een hobby van mij. Ja. En toen dacht ik, jezus, hobby? Dat gaat heel erg weet. Want... Ja, dat gaat heel erg. Maar goed, ik ben dus via een neef, door in die tijd, zeg maar, begin jaren 80, word de fan van Ed Nijpels, de Edje Raketje-periode. Edje Raketje, nou, dus daar heeft ik toen zoiets gebracht dat ik lid word van die VVD. Nou, ik ben dat altijd gebleven. Ik heb wel eens bij verkiezingen zo metgedaan, als jongste bediende ook zo op de 20e of 25e plek in de wetenschap, komt ze nooit in de rop, maar hebben ze wel van de oma's en de tantes en noem maar op, gaat stemmen verzamelen. Nou, in 98 wordt dat dus serieus werken, dan kom ik in de gemeente hoort. En ik hou wel nog in die studie rechten ook nog aandacht besteed aan lokaal bestuur en lokaal beleid. Dus ik hou me ook in de rechtenstudie verdiept in wie het politiek-bestuurlijke landschap in Nederland in elkaar zit. En nou, dat moet ik zeggen, dat wordt interessant. Het wordt een mooie bagage ook om mee te nemen in de gemeenteraad. En toen groeide dat gevoel van, nou, die politiek die boeit mij niet alleen maar als toeschouwer, maar ik wil ook in dat wereldje zelf een rol gaan spelen. En nou, toen heb ik een tweede keer meegedaan aan de verkiezingen. Ook aan de Provinciale Staten meegedaan. Dan ben ik ook kortstondig Provinciaal Statenlid geworden. Totdat je burgemeester wordt. Totdat ik, wordt er een paar muntjes te vuur worden afgelopen de periode. Het zat net in de overgangsfase. Ja. In 2003 ben ik toen uit de Staten gegaan. En ja, toen begon dat te kriebelen. Maar ik wist dat het in Kerkrade heel lastig zou zien voor mij als VVD'er om ooit bestuurder te worden, wethouder. Dus van neutraatsemaatschap naar wethouder. Want er was wat weinig basis en weinig voedingsbodem. Gelukkig is dat nu veranderd. Er zit nu een goede fractie en zitten ook inmiddels al 2 maanden in de raad. Dus nou, dat gaat allemaal geen beter. Maar je dacht van, dan moet ik weer eens Dan moet ik de angst doen en dan moet ik kijken of ik benoemd bestuurder kan weer of geen angst. Dus burgemeester. Dus ik ben daar mee op gaan oriënteren en wonder boven wonder wordt dat vrij snel raak. Hier in de buurgemeente van Roermond, in Roerdalen. Ja. Mocht ik aan de bak, willen die mensen van de gemeente Rotterdam dan nog steeds dankbaar voor dat ze mij toen op toch redelijk jongere leeftijd, 38 was toen. Op de railstand zetten. Wat mij daar trouwens in verbaast, want je hoeft bijvoorbeeld aan van tevoren voor het paspoortje, voor een aantal dingen. Ja. En dan zeg je van, ja, ik hou niet van draaikonten, ik hou niet van uitgebreide dinertjes. Je zegt net, ik hou niet van in de belangstelling staan. Nee. En dan denk ik, heb je wel het goede vak gekozen. Nee, maar dus, kijk, je kunt ook gewoon een zakje friet en een frikadelle eten, hebben wij zo spreken. Hè. Dus mijn. Maar goed, misschien moet dat aan. Dus, ja, toen kom ik dus in dat burgemeestersvak terecht. En ja, ik doe dat op mijn eigen manier. Ja. Maar ik ben niet normaal dus in die chique restaurants of zo. Moest ik gaan zetten. Nee, doe maar gewoon. Ik een afspraak ergens aan, dan gewoon een broodje kies of een broodje ham is net zo goed. Is prima. Pas eigenlijk wel niet bij de VVD'er, toch? Ja, ik geloof dat net bij VVD'ers pas. Als ik zo in mijn omgeving kijk, VVD'ers zijn over het algemeen wat dat soort zaken aangeeft, altijd heel erg bescheiden. En die zijn ook niet van het prots en draaiwerk. Redelijk sober en degelijk. Gewoon ons werk doen en puin ruimen en dan kunnen we het wel goed. Dus we zijn niet zo van dat uiterlijke sier en opschmuk. Nee dat, ik denk dat het grootste vooroordeel jegens VVD'ers is. Bij deze gemelde ja. Als je mocht kiezen, want de titel hebben ze weg, we zitten er allemaal binnen aan. Als je mocht kiezen, Koninginnedag, Pinkpop of Carnaval? Hoe kies je dan voor? Nou, dat is een lastige keuze. Het zijn alle drie hele leuke activiteiten. Ik ben op Pinkpop geweest deze zomer. Dus ik moet zeggen, bij Bruce Springsteen. Dat vond ik toch wel een heel erg spectaculair en geweldig. En Herbert Grönemeyer heb ik dan mogen zien. Dus een tietje geleden. Voor de tweede keer dat je op Pinkpop was, hoor ik op Twitter. Ja, ik was in 1983 de laatste keer geweest. Wie Nena en Doemar er waren. En nu was dan Bruce Springsteen. En ik moet zeggen, ik heb daar tijdens de Pinksterdag geweldig genoten. Let on verlet, dat kon ik in de dag ook altijd leuk is om met de bevolking te delen. En de carnaval? Komt hij op plaats 3?
Ja, dat is geen angst geworden, carnaval. Vroeger word ik heel actief in de carnaval. Nu moet ik de carnaval vooral professioneel beleven. Sleuteloverdracht en precies, dat soort dingen. Altijd leuk, maar ook een grote uitdaging, zeg ik dan. Want het is ook een bergwerk om iedere keer weer iets nieuws te verzinnen. Ja. En ja, dan is het eigenlijk gewoon werken geworden, de carnaval. En dan blijft het toch angst. Dan is dat helemaal anders. Ja. Helemaal tot slot. Als we morgen vragen voor burgemeester van Kerkrode te werken, is dat dan de kroon op het werk? Ik denk niet dat ze in die eigen voormalige gemeenteburgemeester moest weren. Mensen hebben zich door in de korte broek zien rondlopen. Ja. En ik weet niet of ze daar altijd zo gelukkig van was. Maar nu kunt dan veel meer van zich verwachten. Want ja, dat is toch der van ons. En die moet dat toch voor ons doen. Dus als dat aan de orde zou zijn, dan zou ik daar heel zwaar over na moeten denken. Maar wat staat dan heel hoog op het lijstje? Of kunt ze dat nooit aan een burgemeester vragen? Nee, Luister, dat is ook niet voorspelbaar. Dat komt je het voorbij. En moest, ik vind wel, moest, als ze een andere gemeente zoals ambiëren, dat heb ik dus ook bij Roerdalen zo, bij naar Meersen ging, dan moesten ze er wel ook het vervullen. Want dat merkt een vertrouwenscommissie ook, dat ze de passie en de compassie hebben. Dus het is niet zomaar van, ja, och, ik kan me nu eens verbeteren en ik kan naar dit gaan of naar dat gaan. Dat speelt geen rol. En ik moet ook eerlijk zeggen, nou, ik heb een leuke uitdaging, daar waar ik nu zit. Het is een mooie gemeenschap, ik heb me daar gezetteld. Dus ik voel me eigenlijk ook daar redelijk compleet. Maar het wordt iets geweldigs, zie je wat dan voorbij komt. Nou, dat zullen we misschien ooit nog wel eens merken wat Geert op je vult. Ik dank u hartelijk voor dit gesprek. Ja, en nog toe eens bedanken uiteraard voor het kijken naar deze aflevering van Hoogst Persoonlijk. Volgende week zit weer eens Angers in de Stoel. Bedankt voor het kijken. Dag.